Ja, goed zo. Kan je het al? Hier achter mij zie je het bekendste gebouw van Rotterdam. Hier achter mij zie je het bekendste gebouw van Rotterdam. Hier achter mij zie je het bekendste gebouw van Rotterdam. De Laurenskerk. Daar is hij nou. Alexander en ik hebben meegedaan aan een wedstrijd om een liedje te maken. Die als we winnen een half jaar lang om het uur gedraaid gaat worden op deze toren. En zo dadelijk horen we, want we zitten bij de beste 10, wie door de jury is gekozen als eerste prijs. En er is één nadeel: de uitslag is boven en papa heeft een beetje hoogtevrees. Valt wel mee hoor. Nummer 7. Spannend. Spannend. Nummer 5. Nummer 5 komt nu. Spannend. Nummer 4. En sowieso nummer 3. Sowieso 3. Dus ze kan nog eerst worden. De bijaardier en zijn sidekick zijn momenteel al bezig met het installeren van dat liedje. Dit is een speeltrommel en we hebben 4800 gaten. Ieder gat is een noot. En ieder gat is ook een hamer. En als de hendel hier tegen een nootje hier aankomt, dan wordt er aan een touwtje getrokken. En het touwtje gaat naar boven. En dan hoor je een klok. Ja. Nou, ik mag ook helpen met programmeren, maar ik moet wel een outfit aan. Dit gaat niet nu in één keer draaien. Nee, dag. Wat is rond. Dat ging vrij soepel. Bedankt. Alright, en nu lopen zo. Ja, lopen. Oké. We doen het tegenwoordig met een machientje. Even kijken, yes. En we krijgen nu de eeuwenoude kunst van het aanzetten van het klokkenspel te zien. Ja.
Ich weiß ja nicht, was Annette dazu sagt. Ich weiß es nicht. Ach so. Mooi, hè? Mooi, hè, Alexander?